Hallo dames en heren, welkom bij deze nieuwe video in No Limits en we gaan vandaag dan wel eindelijk beginnen met tutorials. Maar voordat we de editor opstarten, ga ik eerst deze coach laten zien. Ik start hem op, we blijven wel praten. De Wacky Worm, is dat ook bij laagschrift.dj? Dat is mijn eerste coaster. Misschien hebben mensen hem al gezien op kanaal van Vincent, hij heeft hem al gespeeld. Maar deze afgang gaan wij even bekijken als voorbeeld. En dan gaan we deze dus ook in de editor een keertje laten zien hoe het eruit ziet, zo'n achtbaan. En dan gaan we onze eigen achtbaan pas in elkaar stoppen in verschillende afleveringen. Het is niet alles in één aflevering. We gaan vandaag één ding doen. Maar dit is dus volledig gemaakt door mij. Ik weet hoe het moet. Ik heb geen hulp van mensen gevraagd. Omdat ik het zelf weet. De Wacky Worm. We gaan dus omhoog via de banden. Het is geen kettinglift. Meestal bij een kiddie coaster heb je dus motorlift met van die banden. 8 km per uur. Maximum materiaal is ongeveer iets van 40 of zo. We maken de eerste bocht. We halen wat sneller eraf. Het is een heel simpele layout hoor jongens. Dus hij maakt nu een bocht eronder. De 41 per uur is eigenlijk het maximum wat je haalt. We maken een bocht. Een bunny hupje, bunny op, we gaan dan nog een keertje rond een boom. En dan stoppen we al, komen we terug aan in het station. Ik ga hem even laten zien langs buiten. De layout is oep simpel jongens, hij is echt heel simpel gemaakt. Ik ga even langs boven laten zien. Je gaat dus eerst omhoog, je maakt een bocht. Dan maak je een soort van lange grotere spiraal wat groter. Dan maak je hier de bunny hop en dan maak je de eindbok. En dan is hij binnen. Laten we hem dan in de editor openen. Dus file en dan doen we open en dan Wacky Worm. Het zal wel eventjes duren misschien wanneer dat geladen is. Maar het is niet gelijk een rollercoaster dat je kunt doen. Klik, 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 klik. Klaar. De limit is veel moeilijker ingewikkelder ook wel. En je moet met meerdere factoren en factors met je rekening houden. Dat is heel belangrijk in de limits. Achtbanen modden goed of ja maken. Je ziet hier wel om te beginnen al, oh ik ben een boom aan het plaatsen, dat ik drie schermen zet. Normaal gezien als jullie dat hebben, hebben jullie één scherm. Hoe kunnen jullie vier schermen preferenties, of moet je die doen? Nee, het was het niet. Nee, toch niet. Het was, ik wil even kijken wat het was. File en dan moest je ergens op klikken. Ik weet alleen niet meer waar. Het was toch denk ik hier, niet? Ja, het was hier. En dan moet je view layout, single view. Oké, dan heb je dus het single view. Wij pakken dus het, wat is het eigenlijk, triple. Dan heb je drie views. Maar wij gaan het makkelijk maken. En we pakken het vier view, quad view. Dan heb je dus bovenaanzicht heb ik meestal altijd op staan. Dan hebben we het vooraanzicht, mijn perspectief en mijn right. Laten we hem eerst unfreezen. En dan zien we hier allemaal bolletjes en groene dingen en bruine dingen. Laat ik beginnen met het begin. Hoe ziet het er allemaal uit? Nou, de blauwe bolletjes, dat is zeg maar voor de bochten. Daar moet je dan, daar kan je dus mee bewegen. En dan kan je de bocht uitrekken. De groene dingen, dat is om de baan recht te houden. Dus niet dat die zo heel krom staat terwijl het niet moet. En je kan hier ook dingen mee instellen. Dus kan ik bijvoorbeeld laten zien bij deze. Als ik op dit groene bolletje dubbelklik, zal ligt dat die 25 graden gekanteld staat de rail. De bruine dingen, dat zijn de connectors. Die zijn in connectie met de baan. En dat is dan ook geconnect met de ondersteuning. En dat zijn dan de voeten, de voeters. Nu staan er ook een heel aantal bomen in de weg. Maar laat ik ook even, want er zijn verschillende kleuren. We hebben blauw, we hebben hier paars. Of ja, paars. We hebben bruin, groen en er is ook nog geel. Bruin is station. Paars, dat zijn remmen. Blauw is gewoon baan. Groen is lift hill. En geel, dat zijn dan nog transport. Maar die heb ik hier in deze auto niet gebruikt. Goed. Het is niet zo simpel als je denkt. Maar we gaan het op ons gemakje. Nieuw. Niet zeven. We gaan hem eventjes bekijken. Dus tutorial. Oh, er is al de hele tutorial.
Wacht, ik had het even nieuw. Tutorial. Dus je noemt je park met een naam en dan zegt hij opslaan in. Ja, dan doe je ja. Dan gaat hij dus volledig leeg bestand creëren zonder iets of wat dan ook erop. We gaan van A tot Z, we gaan in deze aflevering kijken hoe je dus de baan kan maken met de basistechnieken. En dan gaan we in de volgende aflevering verder met technische snufjes, dus het instellen van dit, het instellen van dat en bla bla bla. Oké, we zitten dus in een lege map zoals jullie kunnen zien. Plaats genoeg. Wat we dan doen, we drukken hier op coaster en dan nieuw coaster, we noemen die gewoon tutorial coaster. Voilà, hij is gemaakt en ik geef hier extra knoppen. Coaster properties, daar gaan we het eerst bekijken. Hier ga je dus de description hebben, dan moet je gewoon even tutorial. Kan je zeggen, kan je zetten wat je wilt. De style is belangrijk. We hebben verschillende soorten coasters. We hebben een 4D coaster. We hebben twee keer een looping coaster. De klassiek en de modern. We hebben een curve track rug en we hebben die wat we net hadden, dus een speedy mouse. Dan hebben we de Euroflighter 1 en 2, bekend van Typhoon en die in, hoe heet dat daar, een Duineraal. En daarna kwijt. Spinning coaster langs de binnenkant, zodat je aan de binnenkant zit. Dan hebben we een houtachtbaan, de Timberliner, we hebben een hypercoaster. We hebben een hypercoaster gelijk de Silver Star. Dan hebben we er eentje met voor splashen, we hebben een zonder splash. Dan hebben we een hangende invert coaster, 2 seats, 4 seats, zoals de Black Mamba. Face-to-face, een launch, dat is eigenlijk meer, die gebruikt voor de shuttle coasters. Een LEM launch coaster, een Mac launch coaster. Spinning coaster, dat je dus gelijk dus zit, mobiel doe ik weer. De schöne X car coaster, die weet ik niet precies waar zo eentje staat. Een rocket coaster, een suspended coaster, dus wat je heel veel slingert. Een dive coaster, Florida's coaster, een liggende coaster, nee dit is nog iets anders, dat is nog een twisted flying coaster. Dit is een sit-down, stand-up coaster, dit is een flying Dutchman. Dit zijn mine trains, dit is eigenlijk het mijn treintje zonder de locomotief en dit is die met de locomotief. Dan hebben we nog de motorbikes, de woedencoaster 6 en 4 zit en de woedencoaster 2 en 4. En dan hebben we nog deze twister coaster van op de kermis. Laten wij gewoon simpel deze keer met houten armbandjes werken. Ik ga daarvoor deze gebruiken, maar we kunnen ook de hyper niet gebruiken, maar de Timberliner. Die zijn allebei wel vet, maar ik denk niet dat ik gewoon deze ga. Deze is wel meer bekend. De mode, daar moet je eigenlijk gewoon van afblijven. Trains, ja, nummer of train 1, pak maar 8 karretjes. De colors, daar komen we nog bij. De scripts is niks en de statistieken zijn nog niet op dat we nog niks hebben. Laten we dan gewoon beginnen. Wat doen we? We drukken op track, add vertex of start, maakt eigenlijk niks uit. En dan kunnen we dus een stukje baan gaan toevoegen door zoiets te klikken en dan hebben we een stukje baan. Perspectief even zoeken, voilà, hier is ons eerste stukje baan. Wat we dan doen is we maken het wat langer, dus langs boven. Het schijnt dat de lijn eigenlijk weg is, dan is je sowieso recht. Ik denk dat het wel lang genoeg is voor station. Hoe kan je dat weten? Pak de add typeset, klikt hier en je klikt daar. Klikt op het stuk tussenin, section type en dan station. Dat is eigenlijk al veel te lang. Volgens mij is het eerste stukje baan zelfs, dit, al meer dan genoeg. Gewoon even kijken, klik, klik. Klik er tussenin en dan station. Kijk eens aan, het is perfect. Moeten we deze doen? Die halen we wel eventjes weg, dat is pas voor op het einde te zetten. Oké, we gaan dus een begin maken voor een houten achtbaan. Ik ben geen pro in het denken van layouts. Dus we gaan altijd met add vertex verder. Ik vind het misschien wel leuk om, te beginnen, zeg maar, een dingen te maken. Een beetje een zigzag ding. Dat je naar onder gaat, dus doen we dat dan zo. Oké, dit zit natuurlijk wel niet goed uit. Dus we gaan hem voor alle safety smoothen. Hoe doe je dat? Je selecteert het. Dan druk je op element en dan die pump. Die pump is eigenlijk het smooth knopje in de limits. En nu zie ik dat je eigenlijk
een beetje krommer te gaan. Dus we gaan alleen de bordje moeten. Dit bolletje niet. Doen we nog eens. Oké. We zien hem uit dat de baan hier al wat schuin loopt. Dat is niet goed. Hoe fixen we dat? Track en dan add roll. Die moet je over je hele baan gaan zetten, jongens. De roll, die moet je over je hele baan gaan zetten. Want anders gaat het niet goed komen. Wat we nu wel gaan doen is hier. Even kijken. Nee, we moeten een paar graden gaan we hem een beetje laten kantelen hier. En dan doe ik hier nog eens een beetje een 10. We maken hem hier eventjes mooi recht. En dan gaan we hem even draaien. Dus niet op deze, we pakken van de front de rechterview. En dan gaan we gewoon in één keer omhoog. We staan hier onderaan staan X, Y en Z. We kijken op de X. Je hebt de Y nu voor de hoogte. Laten we zeggen, we pakken ongeveer 40 meter. Zo. Dat is best hoog voor een houten achtbaan. Maar ik wil eerst het begin een beetje fatsoenlijker hebben. Dus dan doen we klik. Klik. Dan gaan we pas op het maximum van 40 meter in dit geval. Ongeveer 40, pak maar, nu zit het 37 meter dus. Hij gaat al onmiddellijk schuin, dat zien we, dus een rolletje erop, een rolletje erop, een rolletje, een rolletje erop. Dan hebben we onze optakeling al. Dan gaan we hem weer verder maken, dus als hij boven komt, komt hij zo iets recht. En ik denk dat we nu gewoon in zo'n schuine bocht gelijk de trooi naar boven gaan. Hoe je dat moet doen is simpel. Je maakt dus eerst je gewoon de bocht hoe je hem wilt laten lopen. En nu zie je uiteraard hij is naar boven. Nu gaan we gewoon in het... ik kan nog even kijken of hij zo komt. Ga je gewoon naar je perspectief. En dan gaan we bolletjes naar onder trekken. Dus zo... Niet te, ja, we gaan het dadelijk wel allemaal smooth, dat het wat uiteraard smooth uitkomt, want nu is het echt chaos anders, dan zit je knik 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 knik. En dan is het eigenlijk helemaal geen goede aanpak. Oké, we hebben het dus naar onder gedaan, we doen weer hetzelfde, die pump. En dat moet, want anders jongens, dat gaat, dat overleef je uiteraard niet. Dus ben je boven, we pakken onmiddellijk ook onze rol erbij, add roll. Klik hier, we gaan onze achtbaan, dus we gaan de rolls erop adden en we zien nu al onmiddellijk wat een smoother geduwd dat we nu krijgen. Wat we nu gaan doen is even hier een extra rolletje zetten. We gaan die ook onmiddellijk adden, we gaan 20 graden. Ik vind wel dat hij een beetje raar loopt, moet ik zeggen. Hij loopt hier een beetje recht. Nu op zich kan dat wel, dus geen drama. Ik zie hier nog wel een foutje in de rolls. Dus genoeg rolls eigenlijk jongens, anders gaat het mis. Sowieso. We gaan hem hier al wat schuiner laten gaan. 30 graden, hier ook. Hier ook. We gaan hem hier al wat terug laten gaan, dus 20 en dan 10. Dan hebben we al onze ons eerste stuk, onze optakeling en onze hoofd erop. Dat is eigenlijk al het belangrijkste onderdeel van een achtbaan. Hij is niet echt volledig bocht, maar daar gaan we normaal gezien geen problemen mee hebben. En zo moet je dus eigenlijk je layoutje maken. Laten we er eventjes, laten we er eens wat van maken. Wat we nu doen om het te connecten, is Ctrl inhouden, dit en dit en dan connect. Dit is helemaal nog niet gesmooth. Dus we pakken dit hele stuk, inclusief deze. En dan doen we weer de pump. Dit kan wat langer duren, maar in principe toch niet zo lang. Het zijn niet zoveel van die bolletjes die er dus gesmoed moeten worden. En dan kom ik weer, ja, rol erop, want anders staat die baan zo
zo schuin als iets. En dat is niet de bedoeling. Oké, jongens, het is een heel makkelijke... Dit is eigenlijk een heel simpele layout. Het is niet een heel uitgebreide layout, jongens. Het is maar om te laten zien hoe het moet. En met deze armen gaan we dus wel volgende keer ook weer daar. Om in te stellen hoe en wat. Eigenlijk kunnen we dat zelfs deze aflevering doen. Laten we dat dan ook gelijk eventjes doen. We doen wel eventjes wat zeker dit safeje. En we gaan dan eventjes al wat instellen. We pakken de add type saturator, niet style type. Daar gaan we dus onze stukken die we nodig hebben mee aanvinken van begin tot einde. Hoe kan je terug naar het begin gaan of naar je connectpunt druk je op A. Oké, we gaan de ketting lift van hier laten beginnen. Die loopt dan maar tot hier zo. Dan gaan we weer eventjes verder. Zo. Hopla. Hopla. We laten hem nu nog een stukje doorgaan en dan gaan we vanaf hier zeg maar rem. Dat hij dus genoeg rem heeft. En dan zo. Oké. Ik denk dat we het hebben. We gaan ze dan instellen. We gaan dus naar ons stationstuk. Daar klikken we tussenin op. Type settings station. Laten we eerst alles een keertje instellen. Daarna gaan we de modify. We pakken deze lift. Het is groen. Dit is section type break. En dan hebben we hier nog een mooi stukje met, we halen deze even weg. Section type transport. Dan hebben we dus al de kleuren die er zijn. Laten we eerst het station eventjes bekijken. Doet de klikkleur om en dan de type settings. We noemen dit gewoon. Oh. Ook de captions. Station. Kan je ook instellen unloading only, maar dat doen wij niet. Full building, geen dak zonder alleen gates of hideout. We pakken full building. Je kan dus instellen waar wat is. Je kan dus instellen de ingang rechts en links. Je kan de wait time hier instellen. Wat die minimum maximum doet in de duration. De break device kan je instellen. En de transport. Je kan ook instellen de launch, dat doen wij uiteraard niet. Dan gaan we naar de lift. Oh nee, wacht jongens, je kan ook nog de style settings bekijken. Style settings, dat is nog niet voor nu. Dat is eigenlijk pas hier bij de lift. Maar een houtargon heeft meestal vanzelfsprekend al die houten dingetjes er langst. Lift, hot anti-rollback device, hou dat gewoon aan. Dus wat houdt dat in? Als hij dan bijvoorbeeld zelfs valt dat de karretjes niet terugrollen naar onder. Maar dus speelt het rollback device. Kan de motor aan end en start, we pakken end en we maken er 10 km per uur van. Dan gaan we verder naar de remmen. Dat is weer type settings en dan final brake. Als je tussenin ergens iets hebt staan en remmen, moet je dat dus block break 1, 2, 3, weet ik niet wat noemen. Enable transport device moet aan uiteraard. Ook doen we dat op 10 per uur. Met de fiction wheels. We centeren deze op selection. En dus, ja, laten we dus gewoon afronden naar 40 km per uur. Moet normaal voldoende zijn. We gaan ook eventjes hier gewoon complete stop. Wait 0 seconds. Voilà, we kan ook voor een bepaalde aantal seconden laten wachten. En dan hebben we hier ook nog de transport. Dus transport. Doen we gewoon op 10 ook weer. Oké, de style settings kunnen we nog aanpassen. Dat is het volgende. Style settings kan je dus zeggen dat je lampjes doet aan de ene of andere kant. Laten wij nu gewoon rechts en rechts. De lampjes gaan we in. Welke kleur gaan we de lampen doen? Beetje grijsachtig, zo. Dat doen we hier ook. Hetzelfde gewoon. Style settings. Klik, klik, klik. Grijs. Oké. En dan doen we dat hier ook. Oh, niet dit. Style settings. Klik, klik, klik. En klik. Oké. Onze baan is af. Onze systemen zijn af. We kunnen uiteraard ook nog wel even twee trains doen.
Dus dan doen we closer properties, trains, kunnen we zelfs kaartje bij doen denk ik. Even kijken, we gaan wel heel eventjes zorgen dat het recht staat, want ik heb de indruk dat die een beetje krom staat. Dat dit niet 100% recht is. Dan kan zelfs nog een karretje bij. We gaan gewoon 10 karretjes pakken, jongens. Dat is geen probleem. Colors niet, maar trains 10. Zo. Voilà. Oké, jongens. We gaan hem eens even betesten. Dus we drukken eerst freeze. Dat hij de track freeze. Er is nog geen ondersteuning, jongens. Die ondersteuning. Dat gaat voor de volgende aflevering zijn. En dan gaan we... De volgende aflevering gaan we eigenlijk klaar hebben. Daarna is het nog niet gedaan, want we gaan ook nog verder voor stalen coasters, jongens. Dit is een houten coaster. Ik ga je nog uitleggen hoe je woede, dit is een wooden coaster. We krijgen ook nog staal en jullie krijgen ook nog de hoe heet het, de hangende achtbaan en een loods. Hoe lief je de dingen, gewoon alt x, druk je op yes en play. Goed, hij gaat onmiddellijk laden. We gaan naar onze eigen achtbaan, jongens. Onze testachtbaan is klaar. Het is allemaal wit met de kleuren, dat ga ik ook volgende week uitleggen. Ik kom wel een klein beetje op snelheid. Niet al te veel. Hij haakt in op de ketting zonder problemen, moeiteloos. Daar gaat het andere karretje, dat gaat nu het station binnen. Alles werkt prima, voorlopig. Ik ben benieuwd hoe deze ridders gaat bevallen. Onze eigen coaster. Het ziet er uiteraard nog allemaal kaal uit. Maar dat komt allemaal nog. Daar gaan we, jongens. Hij heeft helemaal geen problemen met de G's forces. Zoals ik al zei, heel simpel achtbaan. Hij had toch wel best snelheid. En hij remt ook perfect af. Oké, we gaan even skip tot het andere treintje vertrekt en dan zien we wat hier ook gebeurt. Dus wij gaan dan ook gewoon vertrekken. En dan kunnen we hier kijken, kijk, er staat ze bij Final Break is Free Station, daar komt een treintje aan, de lift is vrij. Ik vind het raar dat het ding hier niet in staat. De transportdingen zijn er niet in, maar... Maakt niet uit, dit is eigenlijk het simpelste van het simpelste, jongens. Deze achtbaan is het simpelste van het simpelste. Echt waar. Oké, hoe ziet het er allemaal uit? Ja, we zien het chill dat het niet recht doet. Maar kijk jongens, daar komt het treintje eraan en dan gaan we zien hoe dit allemaal dat doet. Dit is een werking uit, kijk. En de remmen zijn dicht. Maar dit is onze achtbaan. En mijn camera flikkert eruit. Ah, jammer, het ziet nu... Shit. Ik zie nu dat mijn webcam. Hij is wel verdeling geweest. Maar het was sowieso al het einde van deze aflevering. Voor deze tutorial. Hoe je het noemt. Ik zeg, ja, het is tutorial. Dames en heren, hartelijk dank voor het kijken naar deze eerste tutorial. Hopelijk hebben jullie er al wat aan gehad. Laat vooral jullie vragen achter. Ik probeer ze te beantwoorden. Houd er tot rekening mee. Eerst doen we een houten achtbaan. Volgende wordt een stalen coaster. We gaan ook nog werken met een hangende achtbaan. Een launch coaster gaan we nog maken. Daar heb ik ook een voorbeeld van een launch coaster. Dat ik laten zien. Komt nou allemaal wel. Vragen mogen jullie achterlaten. En ik hoop dat het jullie al was gelukt is met de aanhand van deze tutorial. Moest er nog iets onduidelijk zijn, nogmaals, laat het achter in de comments. En ik zie jullie graag dan volgende week terug bij een nieuwe tutorial. Bedankt voor het kijken. En tot volgende tutorial.